Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Ultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, ik heb vakantie, jongens. De vakantie is begonnen. Eindelijk lekker vakantie vieren. En we gaan weer, binnenkort gaan we weer werken. Maar dat is nog even heel ver weg. Ik heb even een weekje vrij eventjes. Ik heb de hele zomer heb ik doorgewerkt. En ja, nu kan ik wel weer eens even lekker genieten van een weekje vrij. Of in ieder geval bijna anderhalve week vrij heb ik zelfs. Maar het is wel ontzettend lekker. Dus ik ben ontzettend blij. Ik weer lekker vakantie. En ja, na een zomer, wat best wel een heftige zomer was met alle hitte. En ja, best wel veel werkzaamheden, want we hebben het ontzettend druk gehad in de zomerperiode. Ja, heb ik eigenlijk weer een vakantie. Af en toe even een dagje even vrij gehad. Ja, niet. Ik heb niet de echte. Dat ik echt de hele dingen heb doorgewerkt hoor. Ik heb ook wel eens even een dagje vrij gehad. Maar het was maar één dagje en dan moest ik de andere dag weer werken. Of op een vrijdag, weet je wel, om lekker naar de Efteling te gaan. Dat je een extra lang weekend had. Maar voor de rest heb ik eigenlijk niet heel erg veel vakantie opgemaakt. Dus het is wel weer nodig. Af en toe moet je ook even je rust nemen. En ja, dat is nu dus in ieder geval. Ben ik hartstikke blij dat het vakantie is. Het is ook even een heel kort vlogje, want ik heb het ontzettend druk. Ik ben al dingen aan het inpakken. Spullen aan het klaarmaken om mee te nemen. Ik heb het een beetje ontzettend druk. Dus ja, ik heb even niet heel erg veel tijd om een vlogje op te nemen. Ik had dadelijk gisteren die vlog moeten nemen, maar gisteren was het ook allemaal druk en weet ik veel allemaal, gedoe allemaal. Dus nu had ik heel even de tijd, even snel, om dit vlogje even snel op te nemen. Dus vandaar, eindelijk lekker vakantie en we gaan lekker genieten ervan. Even uitrusten, bijkomen en dan, ja, als de vakantie voorbij is, dan gaan we gewoon weer werken. Waarschijnlijk ben ik in december weer de hele maand vrij. Meestal in december, jullie weten het, altijd in december ben ik een maandje vrij. December maanden, dan werk ik bijna nooit. Neem ik lekker allemaal vakantiedagen op en dan ga ik lekker vakantie vieren. Ik hoop dat het dit jaar ook weer zo is, want ik wil dit jaar nog een heleboel keren naar de Efteling natuurlijk. Ja, naar de Efteling. Om ook nog wat dingen op te nemen. En natuurlijk een beetje in december maand bij te houden. Wat het begin is van de nieuwe attractie Dans Macabre. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Ik denk dat ik, als ik in december vrij ben, dat het spookslot wel al helemaal weg is. De sloopwerkzaamheden zullen niet echt veel op mijn YouTube kanaal komen, denk ik. Ik denk niet dat ik daar echt heel veel tijd voor heb. Ik ben nu ook weer een week met vakantie. Dus, ja, ik weet niet of dat gaat lukken, maar ik denk het niet. Ik kijk nog eventjes, misschien in deze vakantie nog, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dus we gaan het vanzelf, gaan we het wel zien. In ieder geval, ja, lekker vakantie. En ja, als het goed is, in de vakantie wil ik ook weer wat vlogjes gaan opnemen. Dus het komt helemaal goed. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Dit was even een heel kort vlogje. Maar ik wou toch eventjes zeggen, jongens, lekker heerlijk vakantie. Het vakantiegevoel is eindelijk begonnen. En nu heb ik een ruime week lekker even de tijd voor mezelf. Dus dat is ook wel eens nodig in deze drukke, hectische periode. Waar eigenlijk ja, geen rust bestaat, hè. Als je zo'n hele week moet werken, dan is er maar heel weinig tijd voor uit te rusten. Een beetje bij te komen. Ja, meestal als je dan de hele dag gewerkt hebt, dan val je s'avonds als een blok voor de televisie in slaap. Dat heb ik altijd in ieder geval. Maar eindelijk even lekker een anderhalve week even rust in de tent. Bedankt jullie en ik zou zeggen, jongens, ja, abonneer, like, subscribe en ik spreek jullie bij de volgende vlog. Groetjes van deze kant, tot de volgende, bye bye, hoi!